Nou mensen, nog even een kleine rondleiding over de camping. Dit is het nieuwe servicegebouw. Het staat er nu, voor zover ik me kan herinneren, 3 jaar. Nou, dit is het terras waar we net even gezeten hebben. Nou, dit is fantastisch. Ik zal zo meteen nog even binnen doen. Nou, dit is de ingang. Wacht, ik ga even naar binnen. Splinternieuw receptiegebouw. Hier, zo. Ook 3 jaar. Kijk, stoeltjes voor ontvangst. Als mensen even moeten wachten. Nou, dat is toch fantastisch. Zelfs een nieuw restaurant. En gisteravond toen wij hier aankwamen, hebben we nog heerlijk genoten van een pizza. Nou, het was ook heel lekker. Hartstikke goed. Terras. Mijn vriendin Marisa. Heel goed. Er zijn er ook nog 3 van dit soort stuga's. Typisch Zweeds stuga. Nou, in de nummer 2 geloof ik. Ja, de nummer 2. Daar heb ik een keer in mogen logeren. Nou echt, dit is zo lekker. Zeker met de zon. Heerlijke veranda erbij. Nou, dit is... Ze hebben 5 van dit soort huisjes. Deze staan 3 op de heuvel. Ja, en die kijken uit op meer. Ja, hier nog het servicegebouw. Kun je in dat toilet, kun je koken. Helemaal opgeknapt. Fantastisch gedaan. Ook nog meegeschilderd. Wat hebben we hier? De sauna. Ik laat het niet van de andere kant zien, want er zitten mensen in. Ja, de sauna die wordt op hout gestookt. Ik heb regelmatig hout gezaagd, gekloofd voor deze sauna. Ja, en... voor mij is het niks, maar er zijn ongetwijfeld mensen die er van houden om in een houtgestookte sauna te verblijven. Nou mensen, dit is de camping van bovenaf. Ja, hoger kan ik niet komen. Een drone heb ik niet. Maar dit vind ik al prachtig. Ik zal even iets naar achteren lopen. Zo, kijk, nog een keer de stugaatjes, receptie, dit is het meer Uxlingen, waarna de camping vernoemd is natuurlijk. Nou, hier staan nog meer camperplaatsen, caravanplaatsen. Hoeveel plaatsen ze hebben, dat weet ik niet, maar het zijn er meer dan 30. Nou, hier een zandbak voor kinderen. Klein speeltuintje. Klimrekje. Glijbaan. Nou mensen, voor kinderen is hier van alles te doen. Een heel veld vol met campers. Nou, wat ik hier dus heel veel gedaan heb op deze camping, is het gras maaien. Zo'n autootje heb ik een woord gereden. Zou ik graag een willen. Nou. Ze hebben hier
een hoop plaatsen voor campers, caravans. Nou, dit is een fantastisch veld. Hoop ruimte. Parkeerplaats voor de auto's. Aantal plaatsen voor caravans, tenten, campers nog aan het water. Nou, wat wil je nog meer? Schaduw onder de bomen. Nou, vanaf hier. Het is uitzicht over het meer Uxelingen. Nou, dat is fantastisch. Echt. Ook typisch Zweeds. Een grillplaats. Ook hier op de camping. Daar worden de worstjes opgelegd. Nou, en hier kunnen mensen dan grillen. Nou ja, dat is. Hier worden regelmatig feestjes gegeven. Hoop gedronken. Best lekker af en toe. En als je naar daar kijkt. Leg de steiger. Loop ik even ietsje terug. De steiger. Om een duikend water te nemen. Dat hebben we ook wel eens gedaan. 13 graden was het water. Het is heel koud. Maar wel gedaan. Nou mensen. Dit was voorlopig even de laatste update. Ik doe nog een laatste update. Een dag voordat ik wegga. En de rest moeten jullie me hier maar zelf komen ervaren. Dat is mijn idee. Mensen, maak er een mooie dag van. Enjoy the life.